Een variatie van jaren geleden, zei Rutte dat zelf ooit tegen Jan-Peter Balkenende, regeren of stap op. Dus ik had vanmorgen voor de grap op Twitter en Instagram een spelletje bedacht van shotje drinken deed ik niet echt hoor, anders was ik nu dronken geweest. Van iedere keer als een oppositiepartij met een variatie van regeren of stap op kwam, op een gegeven moment na 12 keer dacht ik wel, nu moet ik ermee stoppen. Want gaat echt een rondje. Ja, dan werd het wel heel... Ja, iedereen had een variatie daarop. Natuurlijk ook een beetje als signaal naar Rutte, omdat hij zelf ooit dat, toen hij nog fractievoorzitter van de VVD was, dat gebruikte richting Jan-Peter Balkenende, regeren of stap op. Nou ja. En wellicht dat ook wel deed ook niet toe. Nee, dat is waar. Wellicht hadden ze dat ook wel een beetje afgesproken, want ze begonnen vanochtend in een kamertje om de strategie met elkaar te bepalen. Dat zien we hier. Hoe uniek is dat eigenlijk? Ik had dit echt zo'n samenkomst had ik nog niet eerder gezien, moet ik zeggen. Eens gezind eruit van de coalitie. Ja. 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 Dat had ook wel een reden, want er was wat irritatie bij die oppositie de afgelopen dagen over die spreeklijsten. Je moet je inschrijven voor debatten. En het viel op dat die coalitiepartijen zich laten inschrijven. Nou, zij zelfs zeggen, daar moet je niet veel achter zoeken. Toeval. Er gingen allerlei complotten rond in het Tweede Kamergebouw bij oppositiepartijen. Die zeiden, dit doen ze expres om wat later aan de beurt te komen. Zodat je niet in het 8-uur-journaal komt. Nou ja, noem maar op. Dus wat hadden ze nou afgesproken? Dat ze elkaar niet te veel zouden interrumperen vandaag, zodat je eerder bij die oppositiepartijen of bij die coalitiepartijen uit zou komen. Nou, en dat gebeurde ook. Dat deden ze ook netjes. Snel, het ging, het tempo lag hoog.